Goedendag. Ja, we staan weer voor de volgende aflevering van Mien Derp. En achter mij ligt de plaats Onnen. Of dat is ons volgende derp, wat we straks gaan aandoen. En Onnen zou Onnen niet zijn als we niet in de Onnerpolder zijn geweest. Daar staan we nu. En de polder heeft ook een molen. Kijk, daar heeft de Bix. De Bix staat dus hier in deze Onnerpolder. En was natuurlijk alleen maar bedoeld om afwatering zoveel mogelijk af te voeren naar hoger gelegen gebieden. Dat is een mooie plek, hè, Gert? On. Nou ja, dat was ik nog nooit. Ik bedoel, dat gaan we nog verkennen, of niet? Ja, zeker. Toch? Zeker. Maar eerst nou lezen wat eronder staat, op dat badje. Wat staat eronder, hè? Ja, was het goed. Mooi, hoor. Hier geen gooi race, het derp, het shared space. Dat is toch wel weer mooi fun. Ik bedoel, dat is grunnigs, Nederlands en Engels door elkaar in je fietst. Dat is toch, toch? Ja, echt. Wat vindt u ervan, meneer de cameraman? Nou, meneer cameraman, vinden we het wel heel goed gevonden. Nou, kijk eens aan. Hebben we die waardering ook weer geuit. Als u er ook een mening over heeft, schrijf het op Facebook. No problemos. Precies. Dat is no problemos. Dat is ook... No problemos. Was dat Frans of Italiaans? Is dat niet Spaans? Oh, ja, Spaniola. Ja, ja. Hoi, Aaike. Ja. Deze meneer die woont sinds 2013 in een kerk. En jij woont er ook volgens mij. Ja. En jij bent de zoon van of iets? Ja. Hoe heet je? Max. Dag Max. Hoe heet je vader? Weet je dat ook? Jeroen. Heet hij Jeroen? Ja. Jeroen woont met zijn gezin in een oud kerkje hier in Onnen. En hij wordt er wel wat over te vertellen volgens mij. Maar ik woon niet even Grunners kind. Kan je vader Gronings? Nee. Dat dan weer niet, hè? Nee, helaas. Komt Tienoy voort? Bist Tienoy geboren? Nee, ik ben er niet geboren, sorry. Maar je verstaat het wel, Ja, ik verstaat wel. Ja. Je vertelde zo mooi over dit kerkje, zo van dit is van Reitsma, heeft dit ooit getekend, dacht je? Of weet je dat wel zeker? Ja, dat is echt van Egbert Reitsma, die heeft het ontworpen in begin jaren 50. Het is ook door het dorp grotendeels zelf gebouwd, dus dat is sowieso heel bijzonder. En wij hebben dit in 2012-13 gekocht en sinds 2013 wonen we hier. Ja. Dus, mooi man. En mogen we dan even stiekem even heel klein, even kort binnenkijken, nu we er toch zijn. Zo, maar kan er nog even? Heb je nog even tijd? Want volgens mij sta je niet, je ziet er niet gehaast uit. Nee, moeder en de vrouw. Nou, halverwege haren, dus ja, zo gehaast hebben we dan weer wel. Maar vind je het goed, heel even kort? Ja? Ja? En wat is dit dan geweest vroeger, dit klein kamertje hier? Ja, volgens mij heette dat het consistoriekamer, maar ik ben niet zo heel erg kerkelijk, dus ik heb er niet heel veel verstand van. Nee, ik ken de Bijbel ook niet uit mijn hoofd hoor. Oh, kijk, wat een mooi paal. Een mooi matje. Het is een beetje bende hier, want we zitten wat in dingen verschuiven en verbouwen. Oh, dat maakt niet uit. We houden wel van bende, hè? Ja, dat valt er ook wat te zien, hè? Kijk dan, we zijn binnen in een oude kerkje. Oh. Dus het is één bende. Oh, moeten we even, moeten die deur er niet uit, toch? Of, poes? Of, nee, dat is trouwens een puppy, hoor. Dat is geen puppy. Ik denk wel een oude puppy. Is dat. Ja, een bejaarde puppy. Mooi, man. Kom, Aaike, stap even binnen. Dan kan je het mooi zien hier. Kijk, we zitten op een puntdak in. Zie je dat? Even van buiten kun je ze ook maar zien. Hoi, hoe is ie? Hallo? God, mooi wonen, man. Het voelt goed hier. Ja, het is echt heel leuk. Fijn. Het is heel ruimtelijk. Je hebt gewoon altijd alle ruimte boven je. En dat is gewoon heel fijn. Dat is het Super. Dit is dus jullie woonkamer? Dit is onze woonkamer. We hebben nog dezelfde ruimte die kant als het kantoor. Ja. En voor de rest hebben we daar nog een andere kamer. Nou, mooi dat we een kerkje mogen naar Ja, geweldig. Ik zou zeggen, goede reis in Haren. Ga lekker boodschappen doen. Wij gaan er weer uit. Pas op, joh. Je moet niet meer puin opmaken dat het hier al is. Nee, niet zo veel. Goed. Dan stond er nog meer. Stel zo. Ja, dan nog een man en een kind, waarschijnlijk vader en zoon, denk je dat het is. En die ben dood, die op de telefoon aan het koekeloeren. Ja, misschien hebben ze wat informatie voor ons. Wij gaan eens even vragen. Hallo. Hallo. Bent u vader en zoon? Ja. Ja, dat dacht ik al. U zit de hele tijd al op de oude telefoon te koekeloeren en zo. En je ziet er heel sportief uit. Ga je hardlopen en je zoon loopt mee? Hoe zit dat? Mijn zoon fietst mee. Ik ga 15 kilometer hardlopen. We hebben er nu bijna 6 op zitten. 15? 15, ja. Ik ben al bijna op de helft. En we zijn al bijna op de helft. Dus, Hoe doet paard? Wel goed. Ja? Ja. En waar zit zijn sterkste kracht in? Is het in de vlakke gedeeltes of in de opgaande stukken? Zeg maar, wij doen er verstand van hebben. De vlakstukken volgens mij wel. Ja, hè? Ja. Ja. En wel mazzel, hè? Vele vlakke stukken hebben hier in Groningen, niet? Ja.
Ja, daarom kunnen we ook goed trainen hier. Wonen jullie in Pekela? Nee, in Winschoten. Oké. Okay. Ja. Oh, dan moet je helemaal terug nog. Ja, hoeveel kilometer is het nou terug naar Winschoten? Nog een kilometer of 9 voor ons. Okay. Dus een 5,5 op z'n kortst. Maar wat keek je nou aan op je telefoon? Dit zaten we niet als je telefoon keek. Pokémon Go! Kist u dat, Pokémon Go? Ik heb dat een keer gehoord van collega's, zeg maar. Ja? Ja? Kijk, dan willen de mensen allemaal kijken, dan kist de Pokémon's nog maar vangen. Zit er hier een bottensoort, bovenin of zo? Ja, ja, serieus? Ja. Kun je dat even laten zien dan? Heb je dat op de telefoon? Ik heb het nooit gezien. Ik ben helemaal benieuwd. Oh! Er is hier een gym. Ja? En in een gym kunnen eieren zijn. En uit die eieren komen dan hele sterke Pokémon's. Oh. En daar kun je dan tegen vechten. Alleen je kunt ook je kunt ook je eigen Pokémon hierin zetten. Mm-hmm. En bij het begin kun je eigen kleur kiezen. De toren is nu van team blauw. Maar wat zien we de toren dan? Maar ik zie de toren nu niet. Nee, want als je erop klikt, dan kun je zien hierboven. Oh ja, daar is het. Als ik daarheen loop, dan kan ik de stop draaien. Ja. En daar kun je dan allerlei spullen uit krijgen. Ja, dat ging heel snel. Kijk, daar hebben we de toren in beeld. Ja, ik zei het. Ja, man. Wat geinig. En we vinden het gewoon een grappig spel, omdat je en op je telefoon kunt zitten en in beweging moet zijn. Want anders kun je bijna niks met het spel. Nee. Dus dat... En zo zie je nog eens wat van de wereld. Ja, klopt. Weet je waar dat ding voor gediend heeft? Dat achter ons staat? Nee. Watertoren. Dat deden ze vroeger om druk op te bouwen, anders hadden ze geen waterdruk. Ja. Dat weet je vader denk ik wel, toch? Ja, dat weet ik wel, ja. Ja, klopt. Nou, veel plezier, succes met het sjouwen. Want je vader is alweer opgedroogd, dus je moet nodig weer in beweging volgens mij, of niet? Ja, daarom. Klopt. Jits hem maar gauw op, hè. Gauw voor hem, gauw voor zijn conditie. Kom maar dan. Okay. Succes, hè. Succes. Mooi, hè. Hi. Bosjes wonen, hè? Ja, dat. Zijn er ook bosjes mensen, man? Geen idee. Als je het zijn wil, dan is het toch super mooi in de wereld, hè? Als je het maar zijn wil. Kiet, hè? Hier is die hoesje in de bosjes. Bosje, leef je er weg? Blaadjes en bekijken. Blaadjes en bekijken. Strokerton is natuurlijk niet weg te ding in de hele gemeenschap van het Oost-Groningse. En Free Meijzer natuurlijk in de tiet, in die jaren 60, nog actie voert. Ja, dan moest dat weg. De strokerton, dat was niet meer. Of het werd overheveld naar andere goedkopere productielanden. Mm-hmm. En dit is een van de oorlogsfabrieken. Waar vrouwen grote strokerton toestand mag weer dikke deuzen in toestand. Dus, dikke deuzen. Nou, verstroken toch gewoon het centrum eens even verkennen. Eens even kijken of er nog mensen bij pad zijn. Mooi item is bijvoorbeeld wel. Hoe komen we bijvoorbeeld aan het woord pikkelde roetboiners? Ja, die opdracht hebben we nog. Goh, dat zal ik wel eens vergeten. Ik heb wel even verteld over historische feitjes. Maar ik heb naaks van, doe het nou? Nee. Voor de pikkelde roetboiners, waar die kreet vandaan komt. Pikkelde roetboiners. Hoe komen mensen binnen? Die zijn hartstikke oorlog hier. Ja, ja, precies. De repetitie hebben ze nooit, hè? Dat ze toch wel een beetje. Ja, dus met een verkeerd woord zeggen of ze beuken ervoor het boom op. Ja, ik dat is een... Nee. He? Ik geur sommige mensen proot die zeggen van. Pekelters, eerst halen ze en dan gaan ze proten. Ja, nou, ja. Ik heb toch gewoon een verkeerd beeld bij jou. Maar klopt er niks aan. Nee, klopt echt helemaal niks aan. Pekelde roegbarnes. Hoe komt die uitdrukking vandaan? Hallo! Ja, ik heb geen mondkapje voor, het is nog niet verplicht, toch? Nee hoor. Dat mag wel, hoeft niet. Oh, er staat een kindvertrommel, er staat poppen, kijk hè. Is dat zo? Wie ben op zoek naar de vroeg of de antwoorden op wat is een pekelde roegboiner? Arne die heel direct zegt wat hij vindt en wat hij wil. Gewoon duidelijk is. Oosterhaken, we hebben wel blussing. Iemand die gewoon zegt wat op staat. Ja. Pekelde roegboiner. Ja. Ja, maar ik ben het aan het ontleden. Ik denk, roeg, oké, roeg. Maar boinder, dan denk ik alweer aan eerappels reuden of zo. Eerappelroeg misschien. Ja, eerappelroeg. Ja, boinder betekent. Maar goed. Nou, we hebben een antwoord, dankjewel. Hey, dankjewel hè. Mooi hè. Ja, hè. Ja, nou dit is natuurlijk het bekendste, mooiste, prachtigste kerkje wat Ede Stol natuurlijk ooit een keer zong heeft. Het torntje van Spiek. Het is een hervormde kerk. Het bijzonderste is dat ze begin dit jaar, 2020, is de 500 en 1000 euro al behoord. Waarom? Omdat het
torentje, dat is allemaal van hout. En ja, dat begint natuurlijk een beetje synthol te eisen. En, maar er zal eind dit jaar kloor wezen. Nou, volgens mij is het redelijk eind dit jaar, maar ik zou naar de kloor eerst. Doe wel, ik vind dat is zo'n mooie uitzicht. Nee, dat... Ja, hij is een beetje graan nog, Gert. Ja, maar goed. Misschien zijn er wel mensen die op de hoogte zijn van de ontwikkeling. Van de restauratie van het torentje van Spiek. Ik heb geen idee. Maar die buurvrouw die loopt met een... Ja. Kattenmaand. Ja. Vertel. Ja, vertel, Reinie. Waarom is er die kattenbak? Ik verhoosd ben van Schildwolde naar Zuid-Loorn. Toen is mijn kat, mijn drie katten, mijn opvang geweest in Spiek. En een van die katten is weglopen. Dus ik heb mijn mandje metgenomen. Misschien kom ik kat nog tegen. En heb ik hem met naar Zuid-Loorn. Waarom zucht hij eruit zijn, die kat? Rood. Een rode kat? Een rode kat. Een rode koter. Een rode koter, ja. Maar er is een vol rode koters, jongens. Jawel, maar deze is een beetje autistisch. Nou, Flikkerman natuurlijk transportbedrijf is, die hier in de jaren 70 en zo, nou ja, die waren hier gewoon rondom bekend. Ik ken ze gewoon zelf ook nog. Ik woon zelf in Winschoot. En dat Flikkerman transport, dat was voor mij ook een icoon. En ze hebben een hele auto, en die is allemaal restaureerd. Zegt u die jaren 60 volgens mij zelfs nog. Oh ja. Dus dan probeert ze die... Of dat heen zijn kan, zeg maar. Ja. Exclusief. Ik heb mijn ribbewies van nooit. Nu wij er toch zijn. Nou, verhoogd. Ik durf er bijna niet te vragen, maar mag ik even? Ja. Ja, maar de storen. Ja, maar de storen, ja. De kinderhoofd nou, die is wat te leeg, maar... Goeiedag, ik ben de bewaarder van deze auto, zeg maar. Ja, zeker. Ja. Ik ben een familie van Rijn. Ja. Ja, we hebben neef en nicht. Neef en nicht? Ja. Dus pa en moe of zo, er waren broers, zus of zo? Mijn pa en mijn broers. Oké. Ja. Geinig, hè? Dit is hem, ja. Goh. Er stond de kist er maar goed aan, dit is een beetje duister natuurlijk. Maar hier hangt volgens mij de hele historie van de gebroeders Flikkerman, dat zo zei, toch? Dit is van, zo ben ze begonnen vroeger, hè, met bouwt. Ooit gewoon met een boot? Ja, een bootje. Dan loopt het, dan ben je met auto's begonnen. Ja. En wat voor jaar dan hebben we hier ten over? Dat was een... Jongen, wat vind je dat? Een veuroorlog, denk ik. Ja, zo. Veuroorlog. Toen Noordoorlog, dan ben ze begonnen met dit spul, zeg maar. Ja. Deze. En hoeveel generaties zit Flikkerman duur? Mijn opa, mijn pa en toen was door. Dus ja, opa. Ja. Het zijn geen roosjes, mijn opa heeft met boot begonnen met zijn broers. Ja. Hier in Moor. En toen ben de hond naar Amerika gegaan en ben hond hier blijven. Oh, oké. Okay. Hier blijven ben, dat ben Albert, Koert en Kloos. Die ben mijn auto verder gegaan. Ja. En wanneer is de Albert, hè? Jaren 90. Precies dood hem wordt niet meer, maar. Dat was helemaal 99. Ja. En wat deden ze aan het einde van Spiek? Wat was het vervoer daar in die tijd? Van alles. Helemaal nieuw? Al stuk waar? Ja. Rond papier, melkpoeder. Melkpoeder was hoofdzoek. Domo. Domo, dat was toen al wel eigenlijk. Domo, toch? Ja. Domo Beiden. Domo Bedenbijl. Ja. Dat was de hoofdgerecht, zeg maar. En u denkt, Jonker heeft uiteindelijk de hele logistiek van Flikkerman overgenomen, zeg maar. Ja. Auto's, personeel. Mm-hmm. Dus en toen is Jonker die is op duur Paul Wilmsen worden. En de Bruin Lommers. Ja, daar is ook allemaal beroep mee gekomen. Ja. Maar Lommers is ook niet meer? Nee, ook niet meer. Nee. Dus en toen werd op duur De Vries. Mm. De Vries. En bestaat er dan nog wel iets van, hè? Nee. Met de hele logistiek gesproken? Helemaal niks meer, hè? Nee. Maar ja, wat er nog wel bestaat is dit, hè? Dat ja, is nog hooi. Is nog hooi? Ja. En die staat op Patmos. Oh. Bekoerd, dat is Nefke okay. Of is dat een bakboom? Ja, maar die staan hier op foto's, die bakboom, die heb ik hier toch stoon zo. Nee, die is er nooit, dat nooit is er? Nee, nou, oh. Zo is het wel. En dan liep er wel een beetje op, die maar de zaken. Ja, dat is aan de sloop binnen, maar zo is het wel. Ja. Wat loopt er nou nog, of nooit? Ja. Maar is nou nooit, ik kan hem nou niet aanhouden. Nee, dat loont er meer te nooit. Nee, ik heb een stroomstoel. Oh ja, dan een druppellader zeker? Ja, druppellader, ja. Maar mensen zullen nou zien wat een druppellader is. Dat is voor de accu in het leeg uit, toch? Ja, precies. Ja. Omdat is voor auto's die stilstaan in de winter. Ja, dat is. En wat bajor is er van, hè? 75. Weet je, 75? Ja. Dit valt al eraan. Als die ronde in kiet, dan van huis vallen. 75 is er. En heb je nou nog voor onderhoud in deze auto? Nee, dus ik ben een onder, als je dat zo bekijkt of nooit. Die ben er van zomer net naar je onderkomen.
Ja. Is je Gouden in de Verhaven? Ja, dat mag ook. En hoor je daar reactie op bij? Waar zit je mee? Nee, Gouden in de Wazzel. En dan, hier en door wel eens een keer dat er waar over is. Een stukje ver, maar een stukje overhaald. Ja. Oh, mooi man, mooi dat even kijken morgen. Ja, even telefoon ook zoals in Nederland. 251, gewoon drie nummers. Ja. Bedankt voor deze tentoonstelling. Ja, tentoonstelling. Ja. Terug in de tijd met Flikkema. Ja, mooi, ja. Mooi. Heb je verstand van auto's? Ja, niks wel. Oh. Ja, we komen in test down en ik ga je wat theorie vragen stellen. Oh. Ja. Dan ga ik de eerste vraag is: van wat voor materiaal is een baard gemaakt? Rubber. Wat zegt u? Rubber en metaal. Rubber en metaal. En nou is de opbouw van zo'n baard? De opbouw van zo'n baard. De opbouw van de band is, hoe moet je zeggen? Nou, dit is hem. Maar als het is een waai, dan is er een verstand van hout. Dan gaat het dunner of ook nog onder. Ja. Nee, het is laag rubber met stukken metaal erbij in. Ja. En de opbouw daarvan komt de structuur in de band en wordt er stevig van. En daardoor wordt het een band. Nou, zie ik nog snap, ik vind hem goud. Vind je hem ook goud rijken? Jawel, hè? Jawel. Het is helemaal duur. En af een cilinder zet de gemiddelde auto. Hè? Dat is de laatste vraag, dus schuif de broer. Tegenwoordig 3. Serieus? We gaan allemaal terug naar 3-cilinders. Ja. Oh? Dat is zuinig, Gert. Ja. Nou, dankjewel, succes. Fijn weekend. Dankjewel. Ja, mevrouw Evert. Oh ja, wie mag. Ja, Google Maps doet nooit. Mevrouw Evert, Dijkhuisweg. Oh, wat heb ik er weg? Oh, maar lekker. Ja, oh, dat is daar school. Ja. Staat die wachting maar in de buurt? Nee, die moet helemaal aan die kant wezen. Maar, je kan beter naar mijn Klaas vragen. Klaas, Sinterklaas. We gaan Sinterklaas vragen. Ja, we gaan Sinterklaas vragen. Oh god, wat gebeurt. Wie mag bieden mevrouw Evers Dijkhuizen weg weten? Hoe is dat? Evers Dijkhuizen Laan. Oh, Evers Dijkhuizen Laan. Nou, ongeveer door zo'n dek aan u loopt zitten. Ja. Die kreeg hem op bij de buurvrouw de troon inbouwen. Als u dat verantwoordelijk een keer naar uit zou, zal mij dat dwars weten. Dat is, Hey, mooi hè? Hoi. Is het tot oud naar het Rijn, waar de weg is? Dijkhuizen. Ja. Oh ja, dit is de school. Toen Reinie nog een klein meisje was, toen ging zij hier naar school. Dit is de openbare lagere school geweest. De christelijke. Wat? De christelijke? De gereformeerde school. Oh, dit is de gereformeerde school. Dit is nu geen school meer, want de school is opgeheven wegens te weinig kinderen, denk ik. Ik denk dat alle scholen samen gewoon zijn. Als je gewoon verder bent, gewoon... Ja, oké, okay, ja, zo. Meer hervormd, ook boor. Het is gewoon een school geworden, denk ik. Hoe staat die school dan, hè? Ja, dat weet ik ook nooit. Ik ben al lang op Spiek weg, ja. Hoe lang ben je op Spiek weg, hè? Toen ik 17 was, ben ik weggegaan. Oh, ja. En nu is het 61. Waarom maar minstens neem u rekening al langs daarvoor, is mijn alzijdleden. Nou, hier stond weer even de voetbalvereniging Polster, u ziet het. Hier, maar als u naar boven kijkt, s'nachts, dan zie je de Polster ook. Maar dat is een hele andere Polster. Dit is voetbal, kantine, bestuur, kleedkamer en wat nou zo mooi is. Onze gids Reinie, die het ook biedt voetbal en zei... Nou, ik wist net dat meisjes vrouwen ook al bij het voetbal mochten, maar dat mocht blijkbaar. Ja, en Spiek mocht daar. In Spiek mocht daar. Dames voetbal, hè? Ja. Wat een vooruitgang. Doe je zo niet vergeten. Doe eens mondkapje nog op die boom. Ik heb mondkapje te hebben, ik heb niet gehad, wat mag. Maar ze nou, hallo, en ik kan niet meer een mond lezen. Wat heb je? Mag dit ook, zeg maar? Corona-proof, dit. Zo, voetbal. Ja, als je anderhalf meter rolt, toch? En de jeugd tot en met. Dat hier of zo? Dat tot en met dat hier? Ja, die mag zeggen. Of tot dat hier en tot en met 12, zo was het. Die maakt natuurlijk wel... Er zijn al zoveel regels, Gert, zeg maar. Ja, mensen zullen de boom bos niet meer straks. Dat is het. Maar laat het zien. We gaan even kijken of ze nog een beetje actief binnen hier in bij Polster in Spijk. Ze is al in rouwverwerking, Reinie, met die poes? Ja. Ja, nee, want je moet wel een beetje naar het acceptatie... Oh god, wat gebeurde er door? Er kwam een baal op je hoofd. Ja. Door het acceptatiepunt zou dat de poes, dat is de kat, niet meer zus, hè? Dat we de kat niet meer zus. Jerry is verleden tijd. Jerry is verleden tijd. Ja. Kijk eens, die redding van die keeper, zag je dat? Ik zag hem. Man. Wel goud. Maar dan kun je toch zo aan, wat rust, hè? Van zo'n derp in het groene laat. Dit met talentontwikkeling. Dat kan niet eens. En jullie spelen, wat is een goede vraag, waar spelen jullie in? Nu. In de tweede. En hoe staan jullie dan nu in het klassement of zo, hoe heet dat? Competitie? Nou, niet best, maar één gewonnen. Hoe gaat het aan jullie spelen nu zo goed? Ja? Ligt niet aan jullie. Nee, ligt aan de rest van het team. Of ligt er aan de trainer? Die hebben jullie niet ingedeeld of zo? Of de leider, hoe heet dat allemaal? Nou ja. Nee? Nee, we zijn eigenlijk gewoon JO19, maar we hebben niet genoeg spelers voor de
elftal dus. Oh, maar je moet wel met elftal zijn, toch? Ja. Ja. Okay. En hoeveel hebben jullie dan? Ja, we zijn nu met 13, 14 man. Dat is toch genoeg vanaf al? Ja, maar de sommigen zijn boven de A18, dus dan mag dat niet. Die regels ook haar weer. Corona discrimineert. Dat is toch niet normaal? Dat is echt zo. Dat denk je dan. Wanneer heb je nou? Nee, maar corona discrimineert. Die alles wat ouder is als 12, mag dat niet meedoen. Dat komt er meer? Ja, nou, ligt eraan in waar je zit natuurlijk. Maar als je in de jaren 19 zit, dan mag je niet ouder zijn dan 20. Nou, ik vind het wel een sportieve afsluiting van Speak. Ik zou zeggen, mondkapje op, mondkapje af. Tot de volgende Mien Derp. Reinie, dankjewel voor die tour. Voor al die informatie. En helaas nemen we Jerry niet mee. Jerry zit niet. Voor de volgende keer, als de volgende deur komen, mensen. Ja. Suik alsjeblieft nog Reinie Hukka. Nou, ze zeggen tot de volgende dorp. Mooi.